Na 47 jaar komt er een einde aan het Haagse iconische café De Pijpela aan het Noordeinde. De oudste nachtkroeg van Den Haag sluit om nog onbekende redenen de deuren. Tot grote teleurstelling van nachtburgemeester René Bom. Ja, een shock. Want het is uh, Haagse cultuurgoed. En uh, erfgoed, hè, zeg ik dan. En. Uh, uh, nee, nou ja, ik kom er al. Ze bestaan 47 jaar. Min uh, 5. Zo lang kom ik er al. Nee, ik kom al een jaar of 42 of zo. Zoiets vanaf mijn zestiende. En, uh, maar, uh, ja, dag in dag uit wil ik ook niet zeggen, maar een drie, vier keer in de week vroeger, uh, dat ging ik wel halen. Ook raadslid Rachid Gernawi van Groep de Mos baalt van de sluiting. Na de raad, we vergaderen vaak s'avonds heel laat. En dan komen we hier terug een uur of twee en dan gaan we hier nog even een drankje doen om even af te koelen. En nog wat dingen bij elkaar te bespreken, leer je leert elkaar goed kennen. En hier ging wel naartoe met veel raadsleden. Het is niet duidelijk waarom het café dicht gaat, maar René Bom heeft wel een vermoeden. Het idee wat ik heb uh, zelf uh, ondervonden, is dat uh, men steeds later kwam. Dus ja, dan moet je het uh, in een uh, uurtje of een half uur gaan verdienen. hier. Dat is niet de bedoeling. Weet je. Ze gingen altijd twaalf uur open. Twaalf uur was het al, uh, uh, al aardig gevuld. En als iedereen normaal 4 komt, en je moet een vier uur dicht, zeg maar, ja, gaat het niet heel, heel, heel erg opschieten. De Pijpela is nog open tot eind mei. Daarna is het teren op de mooie herinneringen die er gemaakt zijn. Eigenlijk het leukste fenomeen vind, dat is dat, en dat zijn, is niet van één persoon, is niet van vier personen, is niet van tien personen, niet van dertig, maar wel uh, veel meer, dat die, waarvan ik weet dat ze het overdag niet kunnen vinden. Dat vind ik dat het allermooiste van de Bijbel. Dus s'nachts lopen ze er zo automatisch raden. lopen ze heen... Overdag weten ze niet waar het is. Willen ze een fiets ophalen, maar ze weten niet waar het is. Echt, dat vind ik eigenlijk de allerleukste anekdote. Eigenaar Menno Jansen was niet bereikbaar voor commentaar.